Super Sunday zit erop. Waar zullen we mee beginnen, Feyenoord PSV? Super January zit erop, hè? Ja, Super Hoorde ik ook nog even. Ja, ja. We gaan nou naar Super February. Ja, wordt dat een beetje nog een leuke maand? Nee, februari, ja. En die sluit heel mooi af met volgens mij PSV Ajax. Okay. Dus dat wordt een hele mooie maand. En eind februari weten we wie de kampioen van Nederland wordt. Super February. Maar laten we Feyenoord de PSV er eerst even bij halen. Ja. Dat was een beetje hard gelach voor PSV natuurlijk. Ja, nou, het is natuurlijk ongelooflijk. Ze wisten hoe Feyenoord uit de startblokken zou komen. Ze wisten het spel van Feyenoord. Ja, dan moet je wel zorgen dat je genoeg achterin het dicht houdt op het moment dat Feyenoord aan de bal kwam. En ja, volgens mij 4 keer tussen de palen geschoten, eerste helft, 3 goals. Ja. Ja, dat kan je jezelf kwalijk nemen, want Feyenoord speelde voor de rest helemaal niet zo bijzonder. En je zag echt dat ze na die 3-1 echt eigenlijk snakte naar het einde. Ja. Ja. Toen kwam meneer Schmid natuurlijk weer tevoorschijn. En die haalde gewoon zijn beste man ervan. Ja, de Max eraf, hè? Ja, de Max eraf. En die was echt bij alle gevaarlijke momenten betrokken. Ja. Maar hij had van grote afstand gezien dat je moest voorzichtig zijn met Max voor de rest van de competitie. Want hij kon het zich niet veroorloven om verder te gaan deze competitie en in Europa zonder Max. Ja. Nee, is dat echt zo dat hij dat als verklaring dat heeft? Want Jorbe Vertessen kwam er dan in, hè, geloof ik. Wie? Jorbe Vertessen, ja, ik moest het even opzoeken. Ja. Belgische speler van PSV. Ja, maar ja, kijk, Max of deze jongen. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Deze jongen speelde ook nog in de punt van de aanval. Maar Max was de gevaarlijkste man. Maar dat geloof je niet van een Duitse die het gewoon na 80 minuten opgeeft. Die dus eigenlijk zijn beste speler van het veld haalt. En ja, vanaf dat moment hebben we PSV niet meer in de wedstrijd gezien. Zo, ik zei nog op de redactie, ook als je in de 88e minuut nog de 3-2 maakt, kun je alsnog een... Op het moment dat je Max eraf haalt, dan zeg je in feite van, we geven het op, we geloven er niet meer in, want dat is de man voor de assist. Ja. Ook met de vrije trappen, met corners, maar dit is de eerste Duitse die niet tot het gaatje gaat. In het Big Dick systeem overigens, zou ik toch even te kijken, want dan heb je dat 4-2-2-2, hè? Ja. En dan speelden ze met Sangaré, Rosario, Thomas en Mauro Junior. Ja. Dat is natuurlijk niet ook kampioenswaardig, denk ik. Nee, dat is niet kampioenswaardig. En er is veel te weinig diepgang en te weinig Iataren op de bogen. Iataren op de bank. Ja, kijk, ik vond dat vond ik inderdaad ook tekenend, dat Iataren op de bank begon. Dat betekent dat je kiest voor defensieve zekerheid. Dat is op zich is dat goed, want ik vind ook, daar moet je op voorbereid zijn wat Feyenoord eventueel gaat doen, hè, na de afgelopen week. Maar als je dan zo je taken veronachtzaam, bijvoorbeeld Sangaré, die loopt alleen maar naar voren. Die loopt als een kip zonder kop vaak over het veld heen. En er stond Rosario tegen allemaal Feyenoorders om zich heen. Ja. Dus dat was vraag om moeilijkheden. Maar Feyenoord, advocaat, die zei, ja, je moet af en toe een beetje tumult veroorzaken. Hè? Nou, het heeft gewerkt. Ja, maar als zag je hoe Feyenoord die overwinning over de streep trok. Met hoeveel moeite dat ging. En hoe vaak ze in hun eigen 16 en nauwelijks uitkwamen, onder druk werden gezet. Ja, dit was gewoon een incident, zo'n wedstrijd. En dit belooft helemaal niks voor volgende week. Hè. Dan moeten ze naar Groningen. Dus als ik Feyenoord-fan zou zijn, dan zou ik niet met een gerust hart naar dat soort wedstrijden gaan kijken. Oké, maar Linssen, het gifkikkertje, daar koos hij voor in plaats van Jurgensen. Bottergien koos hij voor in plaats van Spajic. Bottergien kan gewoon niet meer, maar wat Bottergien en Senesi wel samen hebben. Ze kunnen met elkaar praten, ze kunnen in dezelfde taal met elkaar praten, ze begrijpen elkaar. Dat was ook de enige reden waarom Bottergien speelt en niet Spajic. Want Spajic is gewoon een betere verdediger, is sneller dan Bottergien. Alleen ja, communicatief loopt dat niet tussen Senesi en Spajic. Nee. Berghuis die was wel een beetje geagiteerd na de wedstrijd. Ja, dat hij niet zou werken. Nee, dat suggereerde hij is ook achter Tagliafico aangelopen. Ja, Kraai suggereerde dat ook helemaal niet. Hij zegt, je hebt alleen veel moeten werken. Ja, nou ja, dat was een hele goede constatering. Maar dan zie je maar hoe tere zieltjes de mannetjes hebben. Want het was zelf Dick Advocaat die vorige week zei van, ja, die spelers van AZ die waren beter. Nou, die waren ook beter, daar konden ze al niet tegen. Ze konden er ook niet tegen dat Dick langs de lijn stond te schreeuwen en te doen. He, daar werden ze ook een beetje ongemakkelijk van. Nou, dat heeft hij tegen Heerenveen niet gedaan. Naar waartoe het geleid heeft, hebben we gezien. En nu stond hij dus gewoon wel in 90 minuten te schreeuwen en te blaren. En ja, dat heeft deze ploeg gewoon nodig. En ja, het zegt ook wel iets over die Feyenoorders. Dat ze zo gevoelig zijn voor dit soort dingetjes. Ja, en dan denk je, het is profvoetbal, het is topvoetbal, want het zijn topsporters. Kijk, daar moet je wel gewoon heel goed mee om kunnen gaan. Ja. Oké, dus al met al, PSV afgehaakt, 7 punten achter, voorlopig in elk geval. Ja. Ajax grote winnaar.
Ja, dat kan je wel stellen. Als je daar in Alkmaar met 3-0 wint en je won anderhalve week geleden ook de bekerwedstrijd bij AZ. De grote uitdager van vorig seizoen. Ja, dat maken ze dit jaar totaal niet waar. Ja. In ieder geval niet tegen Ajax. Uit bij Feyenoord ging dan wel en uit bij PSV. Maar dan krijgen ze de ruimte en Ajax gaf ze geen millimeter ruimte. En wat ik ook goed vond van Ten Hag, hij had blind linksback gezet. Dat was een tactische wissel van hem. Ja, dat pakte geweldig goed uit. En Blind was ook een van de spelers die betrokken was bij de eerste goal van Ajax. En voor de rest, ja, Daley Blind kan je in feite ook overal neerzetten. Want aan de bal is de man zo verschrikkelijk comfortabel. En ja, AZ had eigenlijk geen antwoord op het druk zetten van Ajax. Ja. Met onder andere ook jouw grote vriend Alvarez. Die het heel goed, heel goed deed, vond ik ook. En Martinez die deed het goed. Eigenlijk heel Ajax. Complimenten voor Alvarez en voor Ten Hag dus. Ja. Heeft het gewoon goed gedaan. Moet niet gekker worden dit in ieder geval. Tadić moeten we er wel nog even uithalen. Ja. Want die is assistenkoning nu, geloof ik? Ja, van deze eeuw. Dus vanaf 2000. Ik meen 88 assist. Is daarmee Ziyech voorbij. Die had er volgens mij 87. Ja, als je ziet Tadić, hoe die speelt, hoe slim die is. En ja, op Nederlandse niveau, ook op het Nederlandse topniveau, maakt hij gewoon iedere keer nog het verschil. Europees viel het wel tegen. En dan zie je wel dat hij ouder wordt. Maar ja, hij heeft zoveel gochme, zoveel slimheid. Ja, er staat eigenlijk geen maat op de manier waarop hij zijn spelers af en toe vrij speelt. Hè. Die laatste goal was natuurlijk geweldig met Neres. Ja. Dus, maar AZ, die winnen dan van PSV, die winnen van Feyenoord. En die laten dan deze week tegen Utrecht thuis en Ajax laat ze het helemaal afweten. Ja, nou ja, dat betekent dat AZ gewoon geen topploeg is. We hebben daarachter staat Stenks. Nou, die heb ik totaal niet gezien. Nee. Die moeten gewoon veel meer leveren. Boadu moet veel meer leveren. Hij krijgt één kans. Nou, die moet minimaal tussen de palen geschoten worden. Dat doet hij niet, schiet naast. Nee. En Stenks is dan de grote vormgever. Nou, dat komt er niet uit. Mitje wordt veel door mensen bewierookt. En af en toe heeft hij een hele goede wedstrijd, hè, uit bij Feyenoord. Maar ja, tegen Ajax niet gezien. Nee. Niet zowel niet in de beker als nu. AZ komt gewoon veel tekort. En ik denk dat, ja, wat er bij AZ ontbreekt is zeg maar het moeten. Het om kunnen gaan met het nu moeten we. En als het niet lukt, dan moeten er spelers in het veld zijn die anderen op hun plaats zetten. En er wordt geroepen over Teun Koopmeiners. Maar Teun Koopmeiners, dat is inderdaad een hele goede aanvoerder. Maar die is van dezelfde generatie als Boadu, als Stenks. Ja, ja. Dan wordt het veel moeilijker om die jongens op hun plaats te zetten. Voordat we naar de kelder gaan, zat er aan Botkin toch een Braziliaan? Braziliaan. Ja, en Senees is toch een Argentijn? Ja, ja. Die andere taal, toch? Ja, maar Botekin praat ook Spaans. Ah, oké. Okay. Ja, meertalig. En Senees praat misschien ook nog wel Portugees. Ik zal het even checken. Gaan we naar de kelder. Dit zijn natuurlijk de vier ploegen die uiteindelijk gaan uitmaken wie er degradeert. Zullen we even Willem II eruit halen? Want daar was het Zeko Petrovic-effect. Ja, Petro-effect. Nou, die weglopen bij Feyenoord, bij Dick Advocaat. Nou, daar heeft hij het waarschijnlijk dan van afgekeken, dat effect. Want een terechte overwinning op FCM. En ja, die hebben een voorschot genomen op degradatie. Zes punten, dat gaan zij niet meer inhalen. Ze hebben gewoon een niet-eredivisiewaardige ploeg. En Dick Lukien heeft het hartstikke goed gedaan. En die moet ze gewoon laten zitten en gewoon volgend jaar in de eerste divisie weer proberen om te promoveren naar de eredivisie. Mm. Als ze deze ploeg bij elkaar houden, dan kunnen ze daar echt wel een gooi naar doen. Ja, ADO haalde een puntje tegen Sparta. Gaan die nog genoeg bijeenharken om rechtstreeks de degradatie te ontlopen? Je zegt het goed, het is harken en harken. En de ploeg heeft gewoon heel veel moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. En het enige waaruit Den Haag scoort is of uit een vrije trap of uit een corner, ook nu weer tegen Sparta. Mm-hmm. En de eerste helft deed Sparta daar eigenlijk niks aan. En de tweede helft geeft Sparta gas en heeft ADO verschrikkelijk veel moeite. Ze hebben echt wel een nieuw vreemdelingenlegioen, wat een aantal spelers is comfortabel aan de bal. Maar het brengt allemaal nog te weinig. En volgende week, dat wordt do or die, denk ik, voor ADO. Dan moeten ze naar Willem II toe. Ja. Dan is ze nummer 16 tegen nummer 17. Ja, verlies je die wedstrijd, dan sta je als ADO zijn op 4 punten, meen ik. Ja, dan wordt het echt wel een heel lastig karwei, hoor. En ook nog even RKC erbij halen. Fred Grim, die wordt toch ook wel vaak bewierookt om zijn aantrekkelijke voetbal. Nu een puntje bij Vitesse. Ja, en volledig terecht. En ze hadden eigenlijk zelfs recht op een overwinning. Want ze hadden gewoon de betere kansen, het betere voetbal. En dan zie je toch bij Vitesse op een gegeven moment, nu zitten we 20 wedstrijden in de competitie. Ja. Dan op een gegeven moment is het over. Dan laat je het lopen bij VVV. Dan weet je niet te winnen van RKC. Wat inderdaad heel goed voetbal speelde. En daarom zie ik Vitesse absoluut niet als een kandidaat voor de
zelfs niet voor de titel, maar ik denk ook niet voor plaats 2. Dat gaat denk ik tussen PSV en misschien nog AZ. Ja. Feyenoord, maar nee, ik zie dat Vitesse dat niet het hele seizoen meer volhouden. Oké, en na Super January komt? Super February. Ja. Nou, wij zullen er weer een verslag van maken. Ja. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan.